Dus jij denkt dat je heel wat bent? Ik ben helemaal niet heel wat. Dat heb ik ook nooit gezegd. Waarom denkt zij dat dan? Omdat ik dat zei bij Frans? Wat zegt hij? Dat je je boeken moet pakken. Het is Frans. Ik snap het niet. Jij? Het was toch alleen om te helpen? Proefwerk hebt. 3,5. Zoiets? Nee, inderdaad. Jij leert nooit. Ik heb het echt zwaar verpest. Dus. Ja, hoezo dan? Heb je niet geleerd? Zij leert nooit. Ja, dat. Morning. Leuke jas. Lekker groen. Is er iets of zo? Ah, hij is echt leuk. Nou ja, whatever. Fijne dag. Deed ze nou weer gewoon aardig? Of maakte ze me belachelijk om mijn jas? Ik snap echt niet wat er aan de hand is. Oh, daar ben je! Waar was je? Alles is echt even een puinhoop en ik weet echt even niet meer wat ik moet doen. Oké, goed. Wat is er dan? Nou, alles is een grote mega puinhoop. Ja, precies. Dat zeg ik. Ja. We zouden gaan airhockeyen vanmiddag. Ja? Iets van de bucketlist? Ik airhockey je keihard van die tafel af. Nee, dat is dus een probleem. Ik moet je weer laten winnen. Ik had blijkbaar dus al iets met Lucas afgesproken en dat was ik echt helemaal vergeten. Sorry, schatje patatje. Oh, nee. Maar het is dus iets super speciaals, zegt hij. Dus ja. Dit is de grote mega puinhoop. Ja. Dat maakt toch niet uit? Nee, gaan jullie lekker. Die airhockey loopt niet weg of zo. Echt? Ja, tuurlijk. Oh, je bent echt mijn allerbestie, hè? Ik weet echt niet wat ik straks van jou moet, hè? Doei! Doei! Ik heb goed nieuws! We mogen het feest op school houden. In het muzieklokaal. Schelen was echt heel aardig. Hij bood het gewoon zelf aan. Oké, vet. En dit hebben we allemaal gedaan van het draaiboek. Ja, we hebben dus de glittergordijnen. En de slushpuppy machine was een beetje te duur, dus we hebben nu perenijsjes. En de 1000 gouden ballonnen zijn er nu 25 geworden. Oké. Ja. En hoe gaat het met de opzet? Opzet? Van het afscheidslied. Ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Shit. Ik heb niks meer gedaan door dat hele gedoe van gisteren. Ja, ik dacht dus aan ongeveer, maar ongeveer, hè, zoiets van... Yo, listen up. Cindy, waar ga je heen? Ben je echt zo ver heen? Nieuw-Zeeland is geen... verder weg dan Hogeveen. Ik ben nog aan het tweaken, weet je. Dus je hebt niks. Nou, we hebben hulp nodig. Van een professional. Er zit maar één ding op. Nee. Oh, nee. Ik weet het. Maar er zit niks anders op. Ik heb hem er liever ook niet bij. Ik ben ook bang dat hij het niet geheim kan houden, maar... wat moet ik anders? Goeie beat. Thanks, man. Yo, vette beat, hoor. Thanks.
Nou, ik doe maar wat hoor. Practicing my skills. Baseline. Ja, ja, baseline, ja. Vindt ze die ook leuk, toch? Baselines, gewoon muziek. Dingen vindt ze vet. Maar dat denk ik wel. Iedereen vindt muziek wel vet, toch? Ja, ja, ja. Maar ik bedoelde, ik dacht dus, vindt ze niet jouw muziek extra vet? Weet ik niet. Weet ik niet. Ja, ik heb nog nooit echt iets voor haar gespeeld of zo. Lucas! Heb je nog nooit speciaal voor haar een liedje gemaakt? Nou, ik had het best wel druk met flexe gasten. En, oh, ja. En toen kwam natuurlijk de toetsweek. En toen werd mijn tante 75. En nu is nu. En had ik een liedje voor haar moeten maken. Rustig, oké, okay, rustig. Rustig. Ik heb een idee. Ik help jou. Nova en Avalon zingen mee. En hoe te gek zou het zijn als haar grote liefde de muziek maakt voor haar afscheidslied? Ja, leuk. Lucas, het is een verrassing. Ja. Cindy die heeft een soort gekke spionnen adelaarsogen en zeker 15 oren, maar ze mag hier niks van weten. Oké. Okay. Ik zeg alles af. Ik ga nu beginnen. Ik ga liefde op muziek zetten en dat is nog nooit gebeurd. Ja. Nog nooit gebeurd? Hey, Sin. Kijk eens waar ik ben. Tada! Kom je ook? Wat? Ja, Lucas wilde eerst Faraday afspreken. En toen kon hij niet eens meer. Hij had iets super dringends en belangrijks. Belangrijker dan ik. Ik ga je helemaal kapot maken. Wacht even. Ben je game? Ja, duh. Ik kom er meteen aan. Ja? Ja? Wow. Lucas' vraag was blijkbaar een dubbele win-win situatie. Gaat-ie? Doe je benen niet meer of zo? Mijn benen doen het prima. Ik struikel ergens over. Ja, ik zie niets. Nee. Ja, maar misschien moet ze dan heel veel langs de dokter. Want als ze struikelt over de grond, dan is er misschien wel echt iets mis. Dat denk ik ook. Volgens mij heeft iemand me laten struikelen. Oh, jij gaat andere mensen de schuld zitten geven. Ja, kijk, dan heb ik nieuws voor je. De hele wereld draait niet om jou. Nee, niet iedereen is altijd met jou bezig. Oeh. Hoor eens, er is toch één iemand met haar bezig. Wie is het? Niemand, laat maar. Laat ze niet maar niet horen. Je gaat niet opnemen? Rude. Dat is toch heel onbeleefd? Nee, Cindy's personeel moet wel altijd bereikbaar zijn. Wij zijn beste vriendinnen. Laat ze je dat denken. Ja, nou ja, zo slim is ze ook wel. Maar dan gebruiken ze jou dus gratis. En jij maar een beetje met haar spullen slepen en iedereen ziet het, hè? Iedereen ziet dat zij jou als een soort slaafje gebruikt. Alleen jij niet. Het was misschien vroeger zo, maar nu... Kom maar. Geef gewoon. Oh, kom terug. Oh, gemeen. Dat is... Nee, dat is flauw. Dat is echt flauw. Hier. Oh. Oké. Hier. Wat gebeurt er? Is hij kapot? Zo, ja. Heb ik dat gedaan? Nee, toch? Nee. Ja? Wel? Lag ook wel een klein beetje aan jezelf, toch? Misschien moet je me maar dankbaar zijn. Even niet bereikbaar voor je slavendrijver. Kom. Oh. En nog dit. Geen woord tegen die Cindy. Anders wordt haar afscheidsfeest een afscheidshel. Kom, vamos!
Staat ze me nou op te wachten? Vera, ben je laat? Is niks voor jou. Nee, sorry. Wat zeg jij tegen mij? Hallo. Wat? Dat is fraude. Als jij wil dat dit stopt, dan zou ik dat maar doen.